Dit is Langstraat TV. Uw regio in beeld en geluid. We zijn vandaag in Loon op Zand in het jongerencentrum De Kuip voor het Panasokken-toernooi, wat elk jaar georganiseerd wordt en druk bezet is. En wat is nou een Panasokken-toernooi? Ze gaan 2-2 voetballen in een voetbalkooi en daar gaan ze strijden om de eerste plek. De gemeente Loon op Zand is het ook belangrijk om te sporten en te bewegen. En daar wil Contour de Twern een bijdrage aan leveren. En dat doen we op deze manier. We doen het ook op de manier om het water te promoten, het water drinken. Want je hoort steeds vaker dat de kinderen toch met wat overgewicht. En dus is dit een heel erg belangrijk project, zeg maar, of activiteit. Om te organiseren, om het bewegen en het water drinken te stimuleren. Zo zijn wij met de kinderen van de Lage Wijkers ook hebben samengewerkt om een stukje talenten te ontwikkelen. Ze hebben meegedacht aan in de voorbereiding op het Panasokken-toernooi. Zo zijn ze naar de supermarkt geweest, hebben het fruit van de Coop gesponsord gekregen. En daar zijn ze actief mee aan de slag gegaan. Ze hebben het water op smaak gemaakt met het fruit en fruit uitgedeeld. Al met al was het gewoon super geslaagd om die voorbereiding met de leerlingen van de Lage Wijkers te doen. En het plezier hier tijdens het Panasokken-toernooi. Hoi jongens, Daan en Niels. Jullie zijn hier op het Panasokken-toernooi. En wat vinden jullie ervan? Leuk. Leuk. En hoe staan jullie? Hoe ver staan jullie in de pool? Zijn jullie aan het winnen of hoe staan jullie ervoor op dit moment? We hebben alles gewonnen. Ja. Jullie zijn samen een team? Ja. Hebben jullie andere jaren ook al meegedaan? Want het is het derde jaar dat dat gedaan wordt. Ja. En hoe ver zijn jullie daarin gekomen? Vorige keer waren we tweede. Oké. Nou, dat is netjes. En nu ga je voor de eerste plek, denk ik. Ja, ik hoop het wel. En Tobias, jullie zijn vandaag ook hier bij het Panasokken-toernooi. Zijn jullie voetballers? Nee, ik voetbal zelf niet. Alleen wel in het schoolteam. Ik ook. Oké, leuk dat jullie er wel zijn, want de meesten die voetballen wel. En toch dat jullie de strijd aandurven, vind ik echt superknap. Hoe staan jullie voor in jullie pool? Hebben jullie al veel gewonnen of wat gelijk gespeeld, verloren? Tot nu toe alles gewonnen. Dat ziet er dan goed uit. Ja, het ziet er heel goed uit. Zijn jullie al moe of kun je nog wel even een paar potjes voetballen? Nou, ik ben nog niet moe. Hoi Lisa en Laura. Jullie zijn vandaag ook op het Panasokken-toernooi. Wat vinden jullie ervan? Heel leuk. Ja, heel leuk, ja. Hoe staan jullie ervoor? Weet ik niet. Wij hebben alles gewonnen tot nu toe. Dus daar zit misschien wel een kansje in. Wat is de naam? Want jullie mochten een naam verzinnen. Ik heet Ligrit. Ik heet de Lama's. Jullie zitten niet bij elkaar in het team? Nee. Oké. Okay. En op welke school zitten jullie? Lage Wijkers. Ja, Lage Wijkers. Thank you.
Goedemiddag Nelson. Leuk dat je hier bent. En wat kom je vandaag hier doen? Ja, Rick heeft mij gevraagd om vandaag de jeugd wat skills te komen laten zien. Rick Fontijn had een heel leuke activiteit met pannenvoetbal. Ja, die vond het een leuk idee als iemand langskwam die even demonstreerde hoe je pannenvoetbal moet spelen. Is dat ook jouw beroep of doe je iets anders? Ja, onderdeel van mijn beroep. Ik ben elke dag met voetbal bezig. En één onderdeel daarvan is skills en demonstreren en een pannenvoetbal demonstraties geven. Aan de andere kant geven we trainingen met techniek. We hebben een eigen voetbalschool. En ook nog in dienst bij NAC als techniektrainer. Heb je vanmiddag ook nog talenten bij de jongeren gezien? Ja, zeker. Een aantal jongens die speelden bij PSV in de jeugdopleiding. Ja, die waren vandaag ook aanwezig. Ja, die pikken er dan toch ook wel uit. Maar ook jongens die bij Uno Animo actief zijn en ook lekker sportief aan de gang zijn geweest vandaag. En mooi om te zien. Ja, dat is ook wel het teken van sportiviteit, respect voor elkaar. Hoe sta jij daarin? Ja, zeker. Het is niet alleen voetbal. Het is ook een stukje discipline en respect voor elkaar hebben. Ja, er zijn eigenlijk amper scheidsrechters aanwezig bij het straatvoetbal. Ja, of het moet zijn echt bij een toernooitje zoals vandaag. Maar normaal op straatvoetbal zijn geen scheidsrechters. Ja, dan moet je het samen regelen. Oké, mogen we een paar van jouw mooie skills zien? Hoi Malou en Amber, jullie zijn vandaag ook hier op het pannensokkentoernooi in Loon op Zand. Wat vinden jullie ervan? Ik vind het superleuk. Leuk. Fijn dat jullie het naar jullie zin hebben. En hebben jullie net ook de Nelson gezien? Wat vonden jullie van zijn talenten? Ik vond dat hij het heel mooi kan en dat hij ook daar grappige trucjes kan. Heel cool. Ja, die heeft even laten zien hoe het moet. Maar gaat het jullie ook goed af? Ja, wij hebben nou 3 wedstrijdjes gespeeld en wij hebben er alle 3 gewonnen. Hoi Lonneke, wat heb je vandaag hier op pannensokkentoernooi gedaan? Ik heb fruitjes gesneden, dat. En ik heb fruitwater gemaakt, met, ook met andere kinderen. En we hebben meegeholpen met organiseren ook. En we hebben gewoon met z'n allen alles georganiseerd, ook op school. En was het gezellig om samen te werken en is het ook allemaal opgegaan? Hebben ze er ook van gegeten en gedronken? Ze hebben heel veel gegeten en gedronken en we hebben het al heel vaak bijgevuld. Superleuk dat jullie dat hebben gedaan vandaag. Lisa en Fleur, jullie zijn vandaag hier ook op het pannensokkentoernooi en voetballen jullie zelf ook? Ja. En waar? Uno Animo. Jij ook, Fleur? Ja. Jullie hebben wel een naam mogen verzinnen. Wat is jullie naam? De Panda Girls. Hoi Sanne en Evi, jullie komen ook uit Loon op Zand. Ja, klopt. Ja. Op welke school zitten jullie? Laagwijkers. Ik ook. In groep, welke groep zitten jullie? Zeven. Ook zeven. Jullie zitten samen in een team vandaag, of niet? Ja. En welke naam hebben jullie als team? Giegelukkies. De hoe? Giegelukkies. Oh, wat leuk zeg. Wat een leuke naam. En hoe staan jullie ervoor in jullie pool? Hebben jullie al veel punten? We hebben 2 verloren en 1 gewonnen. Okay. Dus het kan nog winnen of verliezen worden. Dat wordt nog spannend dan. Die zo!
Kees, wat vind je ervan vanmiddag? Ja, geweldig weer. Als je ziet het enthousiasme met de kinderen, de jongens, meisjes die er allemaal zijn. Ja, geweldig initiatief natuurlijk dat nu voor de derde keer alweer plaatsvindt. En wat vind je van sport? Ja, sport is natuurlijk aan de ene kant gezond, maar ik zie hier ook de sportiviteit zie ik terug. En dat is natuurlijk op een gegeven moment ook het element wat we graag willen. Het is niet alleen goed voor je gezondheid, maar ook dat je op een gegeven moment ziet hier respect voor elkaar, tactiek met elkaar. En ook het winnen en verliezen met elkaar dragen. Geweldig jongens en meisjes dat jullie hier allemaal zijn. Ik zie heel veel sportiviteit, zie ik toch. Ondanks dat het best fel kan zijn in de wedstrijd. Maar aan de andere kant, compliment ook aan de scheidsrechters, want die houden jullie wel strak, zie ik ook in dit gebeuren. Compliment aan de organisatie die het allemaal mogelijk heeft gemaakt zonder de vrijwilligers, zonder de inzet. Ik hoorde dit jaar ook dat de Lage Wijkers bij betrokken was. Dus ik denk, ja jongens, probeer het vast te houden met elkaar en laat het elk jaar gewoon terugkomen. Hoi jongens, hoe heet jullie? Mats en Raf. En waar zijn jullie vandaag? Bij Palace Soccer ding, toernooi, hè. En jullie zijn, het is het einde van het toernooi en we staan hier omdat jullie hebben? Gewonnen. En hoe vonden jullie het vandaag? Heel erg leuk. En hebben jullie nog een speciale tactiek toegepast om te winnen? Ja, fysiek spelen en we hebben hard tegenstanders, maar eentje achter, eentje voor. Ja, dan werkt het gewoon goed. En sportiviteit was ook hier wel te vinden? Ja, zeker. Ook jullie tegenstanders zijn sportief geweest en hebben leuk samen gespeeld? Ja. Wat vond je van Nelson? Ja, heel vet. Ik zou het ook willen kunnen, maar kan het niet. Nog veel oefenen dan, jongens. Ja. Voetballen jullie alle twee? Ja. Hey, bedankt jongens en misschien tot volgend jaar, want groep 8 mag dan weer meedoen, hè?